Vorig jaar stonden we als Dappers op het terrein waar we nu ons feestje vieren. Hier onthulden wij het Doezumer ontwikkelingsplan. In één jaar kunnen er een hele hoop dingen gebeuren. Hebben we allemaal wel gemerkt. De kroeg is gesloten en dus kan Doezum en haar verenigingsleven niet meer terugvallen op Café de Steven. Wat Doezum momenteel mist is een plek waar ieder bij elkaar kan komen voor een praatje, een hapje of een drankje. En misschien nog wel meer. Als DAP vinden wij het erg jammer dat er momenteel geen plek is voor al deze verenigingen. Hoe langer het duurt voordat er iets gerealiseerd wordt, hoe meer verenigingen er vertrekken uit Doezum. En om terug te komen op het verhaal van vorig jaar, leeglopen is dus iets wat we niet willen in Doezum. Om een aanzet te geven en om wellicht de lopende processen wat te versnellen, heeft de DAP een aantal uithangborden en letters elders uit het Westkwartier ontvreemd. Zoals je ziet zijn we langs geweest in Lutjegast bij Dorpshuis Het Kompas. Hier hebben we het logo van het Kompas ontvreemd. In Kornhorn hebben we de letters van het Hornhuis meegenomen. Van het Spectrum in Sebaldeburen hebben we ook het bord meegenomen. En in Noordwijk zijn we bij de Wemer geweest om hier ook het bord mee te nemen. Al deze borgen kondigen een plek aan in elk dorp waar mensen elkaar kunnen en willen ontmoeten. Een plek waar iedereen terug kan vallen. Wij denken dat het anker met een steentje hier en een steentje daar met de juiste klussers prima verbouwd kan worden en hierdoor prima dienst kan doen als dorpshuis in Doezum. Als Doppers hopen wij dat Doezum niet al te lang meer hoeft te wachten op een dorpshuis, iets wat een prachtig dorp als Doezum meer dan ooit nodig heeft. Daarom hebben wij alvast iets bedacht met een eventuele naam. Deze gaan we nu onthullen. Kevin is heel blij dat het moment eindelijk zover is. Zoals je ziet is onze eigen naam erin verwerkt en we hopen er in de toekomst dat het misschien wel definitief blijft. Bij deze wil de DAP graag dit bord schenken aan het dorp, zodat deze misschien binnenkort dienst kan doen als onze uithangbord. Dit was de stunt van 2016.